Vandaag gaan we Scratch TIG-lessen met de HBM 200 ARC. Welkom bij Hardy de Ferryman. En ik hoorde jullie al denken, de 200 ARC, dat is toch een elektrodeapparaat? Dat klopt precies. Het is een elektrodeapparaat, maar met een TIG-toorts met een gaskraantje erop. Ook verkrijgbaar bij HBM. Moet je wel oppassen, daar zitten de kleine doren aan. Maar ik heb hem gewoon veranderd naar de grote. Dat kan, deze 13 mm en standaard zit er 9 op. Houd daar wel rekening mee, dat hier standaard 9 op zit. Moet je hem zelf ombouwen naar 13. En daar gaan we Scratch TIG mee lassen. Scratch TIG, wat is dat? Dan kras je hem gewoon aan op het materiaal. En dan kun je gaan lassen. Het is niet zo mooi als mijn HF staat er natuurlijk. Maar het is niet anders. Er zit geen TIG-functie op het apparaatje op. Maar de stroombron, maakt het niet vooruit, die is hetzelfde als in het TIG-apparaat en een MIG-apparaat die die D7 zorgt. Dat is allemaal hetzelfde. Alleen het spul er rondomheen, net als bij een TIG-apparaat, de HF, upsloop, downsloop, al die dingen, dat wordt erbij gebouwd. En bij MAG-lessen zit er dan met een draadaanvoer en toestanden. Dus die zijn gecompliceerder als dit. Dit is echt alleen een stroombron die je in kunt stellen op amperage. En dan kun je ook met TIG lassen. Het stoppen is wel lastiger, want je moet de vlamboog zelf onderbreken. Dus je houdt geen gasafdekking op het eind. Je hebt geen downsloop. Maar goed, dat maakt niet uit. Als je sporadisch moet TIG lassen, dan kan het er goed mee. We gaan het eens proberen. Ik heb een paar plaatjes liggen. Ik begin er gewoon mee. Met starten, een rupsje trekken. En dan eens kijken. Dan nog eens een rupsje trekken en nog een paar keer starten. Kijken hoe het daar gaat, hoe het daar loopt, of het een beetje wil lopen. Instellingen hoeven we niet naar te kijken. Ik zet hem op 90 ampère. Meer kun je er ook niet op instellen. Laten we eens mijn lashelm op doen. En snel beginnen. Een plaatje voor me liggen. En we gaan gewoon eens starten. Ik zet hem aan. ...90 ampère. Zullen maar een paar handschoentjes aan doen, want anders worden mijn vingers heet. Moet je niet vergeten gaskraantje open te doen. En dan zullen we eens kijken hoe die staat. Het is even wennen natuurlijk. Hebben mee gelast, hij staat er nog niet zo fijn op. Maar dan gaan we gewoon proberen. Het plaatje heeft nu contact. Dus ik ben benieuwd of het nu beter gaat. Kijk, die ging een stuk soepelder. Ja, de vlamboog is gewoon stabiel, dat willen we zien. Ja, het wegtrekken van de vlamboog, dat is niet anders. Dat is met dit principe. We gaan nog eens een paar keer opstarten. Ja, dat gaat wel vrij soepel. Je moet het gewoon een paar keer oefenen, zie je wel. En dan stelt het starten niet zo heel veel meer voor. Stoppen, dat is wel lastiger.
Dus kun je ermee teglassen? Ja, dat kun je. We gaan eens een binnenhoekje proberen. Ik doe wel even mijn wolfraam-elektrode aanslijpen. Want die heeft het een en ander geleden nu. Kunnen ze nog wel even de plaatjes in elkaar rechten? Dat is misschien wel makkelijk. Kom er niet bij. Moet je weer verder uitsteken. Wil je niet meewerken? Even de gaskraan dichtzetten zonder van het gas. Zoiets denk. Wel een stukje verder uitsteken natuurlijk. Het gaskraan weer open. Nou, dat is in ieder geval gelukt. Kom. Ja, binnenhoekje lukt ook. Ik kom er in ieder geval bij. Maar wat ik net al zei, we gaan hem eerst eens aanslijpen, want dat is het nadeel van lift-tichtlassen. Omdat je iedere keer het materiaal aan moet raken, is het puntje zo vervuild. Ik ben zo terug. Zo, een mooi schoon scherp puntje. Mijn helm zakt eraf. Hij moet er een behoorlijk stukje uit. En dan gaan we het eens proberen. Gas weer open. Stroom iets omhoog. En de punt meteen vernageld. Nou. Gras weer uit. Ik ga hem maar weer slijpen. Poging 2. Nou. Het is gelukt. En maken er nog eventjes fotootjes van.
Zullen we hem eens afzetten? Dit is dus gelukt. Ellen mag ook af. Handschoentjes uit. Zoals je hebt kunnen zien, je kunt dus gewoon tichtlassen met de HBM 200 ARC. Dat is geen enkel probleem. Scratch ticht, ja. Het gevaar is dat je het puntje wat vaker moet slijpen. Dat is gewoon zo. Dat is niet anders. Dat doet hij gewoon. De vorige keer hebben we er elektroden mee gelast. Deed hij zo. Je hebt gezien. Scratch tichtlassen. Dat doet hij gewoon. Ik hoop dat je het filmpje leuk vond. Vond je het filmpje leuk? Duimpje omhoog. En ik ga afsluiten zoals ik altijd doe. En dat zoals we in Brabant zeggen. Houden. Oh ja, en nu komen er nog een paar foto's van de lassen. Voor de mensen die het interessant vinden. Binnenhoekje, 110 ampère gelast. En gewoon op het vlakke plaatje op 90 ampère.